Hallo en welkom, ik ben Sabrina en ik heb weer een nieuwe adventskalender. Dit is die van Cento en ik ken het merk zelf nog helemaal niet, maar ik had hem al wel zien staan bij de Easy Paris. En toen kreeg ik onder meerdere filmpjes het verzoek om deze te unboxen. Nu was hij in de aanbieding, hij is normaal gesproken €59,99 en ik heb hem nu kunnen kopen voor €44,99. Dus toen dacht ik, oké, dat ga ik doen. Ik heb wel heel eventjes gekeken op de website van Easy Paris wat voor soort producten Cento nou heeft. En het is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met Rituals. Wat ik zag waren vooral geurstokjes, geurkaarsen, van die schuimende douchegelletjes. Ja, dat een beetje. Nou is Rituals heel erg goed met geuren, dus ik ben ook heel erg benieuwd of zij dat ook zijn. Ze heet natuurlijk wel Cento, dus je verwacht wel wat. Laten we gaan beginnen bij vakje nummer 1. In vakje nummer 1 zitten Cento, Cottonflower en Musk Bruisbal. Ja, een bruisbal. Ja, ik vind het niet echt een heel erg spannende opening of zo. Het is natuurlijk best lekker en hij ruikt trouwens ook best wel lekker. Maar ja, het is gewoon niet zo heel erg spannend. Dan gaan we door met vakje nummer 2. In vakje nummer 2 zitten Cento Cherry Blossom en Freesia Zeepbloem. Het begint niet heel erg top, want dit doet me heel erg denken aan de adventskalender van de Action die ik vorig jaar heb gehad. Daar zaten bruisballen in, daar zat ook zo'n zeepbloem in. En die was, nou, iets van €15 of zo, €20 maximaal. Volgens mij zelfs misschien wel 10. Hij was in ieder geval echt heel erg goedkoop. Hier heb ik €44,99 voor betaald met korting, met 25% korting. Ja, zo'n zeebloem, het is op zich wel grappig hoor, maar het is echt niet, het is niet heel erg boeiend. Als je er water op doet, dan smelt het, zeg maar. Vakje 3 zit hieronder en ik hoop toch wel iets beters. In vakje 3 zit de Cherry Blossom en Freesia Handbalm. En dit is 30 ml. Hij ruikt goed. Hij ruikt echt heel erg lekker. Dat maakt wel wat goed, gelukkig. Hij ruikt echt top. Ik vind de Rituals echt super goed met geuren. En dit is wel ongeveer even goed als Rituals, vind ik. Het is wel waardig. En dan gaan we door met vakje nummer 4. In vakje nummer 4 zit een zakje. En daar staat op Favorite Things. Ja, en er zit niks in ieder geval. Het is echt gewoon een opgevouwen zakje. En het voelt een beetje zijdeachtig of zo. Maar het is niet echt een boeiend zakje. Ik weet echt niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Dit is normaal gesproken gewoon echt wel een zakje dat je gewoon gratis krijgt waar wat in zit. En dan gaat het om het product dat erin zit. Dan gaan we door met vakje nummer 5. In vakje nummer 5 zitten Cottonflower en Musk Shower Gel van 50 ml. Hij ruikt ook weer heel erg lekker. Ja, ik vind de geur echt weer heel erg goed. Wat een gekke kalender. Ik vind dit soort vakjes echt helemaal top. Dit vind ik echt super. Maar die andere vakjes, het is echt een beetje raar. En dan zijn we bij vakje nummer 6. In vakje nummer 6 zitten Peony en Rose geparfumeerde zeep. Deze ruikt ook weer best wel lekker. Maar ik gebruik zelf dus heel weinig van dit soort zeepjes. Eigenlijk vrijwel niet. Ik gebruik gewoon altijd vloeibare zeep. Dus ja, dit is voor mij ook weer niet zo'n topvakje. Ja, dus tot nu toe is het niet heel erg best. Dan zijn we bij vakje nummer 7. Dit is de Peony & Rose Room Spray. En dit is 10 ml. Kijk, dat vind ik nou weer echt hartstikke leuk. Ik ga eens heel eventjes ruiken hoe dit ruikt. Ja, hij ruikt echt onwijs lekker. Hij ruikt echt heel erg lekker. Kijk, dit vind ik dan wel weer echt heel erg leuk. Hier ben ik weer heel erg blij mee. Ik vond ook dat kamerspreetje dat in de Rituals adventskalender zat echt helemaal super. Dat was de duurdere Rituals adventskalender. Ja, ik vind deze ook. Ja, hij ruikt gewoon super lekker. Ik vind het echt een heel erg leuk cadeautje. En dan gaan we vakje nummer 8 openmaken. Vakje nummer 8 is de Nashi Pear en Vanilla Body Milk. Ik ben nu wel heel erg nieuwsgierig waar Nashi Pear naar ruikt. Ik heb nog nooit van Nashi Pear gehoord. Hij ruikt een beetje zacht, poederig, zoet. Deze ruikt ook weer heel erg lekker. De geuren zijn echt top. De geuren zijn tot nu toe echt helemaal top. Dit vind ik ook best een leuk cadeautje. Dit is gewoon natuurlijk een beetje een standaard cadeautje. Maar hij is wel echt leuk. Hier ben ik wel blij mee. Dit gaat gelukkig ietsje meer de goede kant op. We zijn nu bij vakje nummer 9. In vakje nummer 9 zit een witte scrunchie. En hij is van zo'n satijnachtige stof. Eigenlijk een beetje hetzelfde stof als dat zakje heeft dat er net in zat. Wat zitten dit jaar een hoop scrunchies in de adventskalenders? Ik vind het op zich wel leuk, want ik draag ze best wel veel. En dit is volgens mij ook gewoon een prima scrunchie. Hij ziet er qua kwaliteit ietsje beter uit dan sommige andere die ik heb gehad. Maar ook niet de beste. Ik denk dat de beste in die Purelei adventskalender zat. Maar op zich best wel leuk. Ik vind hem op zich wel schattig. En dan gaan we door met vakje nummer 10. In vakje nummer 10 zit de Cherry Blossom en Freesia Bruisbal. Ook deze bruisbal ruikt er echt gewoon helemaal top. Ik vind het nu best wel oké om een bruisbal tussendoor te krijgen of zo. Maar als opener is het gewoon een best wel slechte opener. Het is namelijk een beetje een opvulcadeautje, vind ik.
En dan gaan we naar vakje nummer 11. Nummer 11 is de Cotton Flower en Musk Handbalm. Dit is de tweede handcreme en dezelfde geur als dat shower gelletje dat erin zat. En wat mij betreft kan er gewoon niet genoeg handcreme in zitten. Ik vind dat zelf heel erg handig. Ik heb echt overal door het hele huis tubes liggen. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Dan zijn we op de helft. We zijn bij nummer 12. Kijk, dat is nog eens leuk. Hier hoopte ik al op. Dit is van Cento de Vanilla en Musk geurkaars. Ik had natuurlijk al gezien op de website van Issy Paris dat ze dus ook geurkaarsen hadden. Dus ik hoopte al een beetje dat hij erin zou zitten. En hij ruikt echt super lekker. En hij zit een beetje tussen het formaat in van een full size en die kleintjes die in de adventskalender zitten van Rituals. En dan zijn we bij vakje nummer 13. Vakje nummer 13 is de tweede shower gel. Dit is de Cherry Blossom en Freesia shower gel. Dit is weer dezelfde geur als de handbalsem die erin zit. Dus we hebben twee van die handbalsems en dan twee matchende shower gels erbij. Ik ga altijd heel erg snel door mijn shower gel heen. Dus wat mij betreft is een shower gel ook altijd goed. Het is natuurlijk wel een beetje een standaard cadeautje. Maar voor mij is dat best wel handig. Ik heb hier echt wel een goede voorraad van nodig. Dan zijn we bij nummertje 14. En nummer 14 is de Nashi Pear en Vanilla Zeepbloem. Ja, ik vind dit gewoon een beetje matig. Het had beter geweest als we die zeepbloemen dan in ieder geval bij elkaar hadden gestopt. En dan had het nog wat meer geleken of zo. Het is nu echt ja, een beetje een flut cadeautje. Dan gaan we door met vakje nummer 15. We hebben weer een kamerspray en dit is van Cento de Black Vanilla en Snowdrop Room Spray. Deze geur hebben wij nog helemaal niet gehad. Zullen we even ruiken? Oh, deze ruikt ook lekker. Deze ruikt echt wel weer anders of zo. Ja, ik weet niet. Dit is misschien wel de lekkerste tot nu toe. Ik vind het echt een heel erg speciaal geurtje. Ja, die kamerspreetjes, dat is gewoon helemaal top. Die kan je dus ook in allemaal verschillende kamers zetten. Zo. Ik vind dat best wel leuk. En dan zijn we bij vakje nummer 16. We hebben weer een scrunchie. Dit is een zwarte en hij is van zo'n fluweelachtige stof. Deze vind ik ook best wel grappig. Ik hou wel van een beetje simpele scrunchies. En dan zijn we bij een klein vakje nummer 17. Ik heb geen idee wat het is. Misschien is het gewoon iets om in de kerstboom te hangen of zo. Maar ik denk dat het nog wel een functie heeft. Het zal wel iets met geur te maken hebben. Ik ga heel even kijken, want op de achterkant staan wat clues over wat er allemaal in zit. Dus misschien staat erbij wat het is. Ik had het expres nog niet gelezen, want ik wilde eigenlijk geen spoilers, maar even kijken. Ja, daar staat dat dit een keramische hanger is om te parfumeren. Oh, dat vind ik op zich dan best wel grappig. Dus je kan hem ergens hangen, zodat hij de kamer een beetje een lekkere geur geeft. Dit is ook best wel een heel erg origineel cadeautje in de adventskalender. Heb ik nog nooit gehad. En dan gaan we door met vakje nummer 18. We hebben weer een body milk en dit is die van de Cherry Blossom en Freesia lijn. Nu hebben we dus van deze lijn de shower gel en de handbalm en de body milk. En dit is dus de tweede body milk die we krijgen in de adventskalender. Dan zijn we bij vakje nummer 19. Dit is de cashmere en cotton geparfumeerde zeep. Ja, zoals ik net al zei, ik gebruik dus niet echt zeepjes. Dus ik vind deze weer vrij matig. Deze ruikt trouwens echt heel erg zeepachtig ook. Dan gaan we naar de laatste paar dagen, want we zijn bij nummer 20. Oh nee, we hebben weer zo'n heel stom zakje. Er staat op deze Pretty Lingerie, maar is dit dan een waszakje of zo? Ja, ik weet het niet. Ik snap gewoon niet zo goed wat hier de bedoeling van is. Op de achterkant staat hier ook eigenlijk helemaal niks over. Er staat gewoon twee keer een satijnen zakje. Hier moeten we denk ik niet al te veel woorden aan vuil maken. Een satijnen zakje. Dan gaan we naar dag nummer 21. Kijk, dat is leuk. We hebben weer een kaarsje. Dit is de Peony and Rose geurkaars. Twee geurkaarsjes dus en die vind ik echt top. Dat vind ik echt heel erg leuk. Dan zijn we bij nummer 22. Oké, dit hebben we nog niet eerder gehad. Dus heel even kijken wat het is. Kijk, dit is hem. Een scrub handschoentje neem ik aan. Want hij is best wel een beetje grof. En in de adventskalender van Rituals, in beide adventskalenders, zaten ook scrub handschoentjes van die rode. En die voelden kwalitatief echt een heel stuk minder goed dan deze. Dit vind ik ook wel weer echt een leuk cadeautje. We zijn bij de ene laatste dag, nummer 23. Dit lijkt een beetje een bloemetje, maar volgens mij zijn dit van die geurstokjes die je dus ook in een geurtje moet stoppen. Dus ik denk dat dit een beetje verklapt wat er in vakje nummer 24 gaat zitten. Ja, de verrassing is nu een beetje gespoild, maar laten we snel naar vakje nummer 24 gaan. Dit is het geurtje dat bij de geurstokjes hoort en dit vind ik dan wel weer echt heel erg leuk. En hij is best wel goed gevuld, hij is best wel redelijk zwaar. Ik dacht nog wat een klein vakje, maar dat valt dus heel erg mee. In de duurste adventskalender van de Rituals zaten natuurlijk ook geurstokjes. En dat was wel één vakje gelukkig, want ik vind het een beetje raar dat dit verdeeld is over twee vakjes. Maar aan de andere kant, die adventskalender was wel echt, nou ja, bijna drie keer zo duur. Dus dat maakt wel weer een hele hoop goed, gelukkig.
hier nog even uitgestald wat er allemaal in zit. En ik vind wat hierboven staat allemaal best wel heel erg tof. Sowieso dat keramieke ding waar je een geurtje op kan stoppen. Maar ook natuurlijk de geurstokjes, de geurkaarsen, de kamerspreetjes, shower gel, body milk, handbalsem. Kijk, dat vind ik allemaal echt top. Ik vind op zich die scrubhandschoen ook best wel leuk. Ook goede kwaliteit. Net als de scrunchies zijn ook best wel grappig. Ja, en dan hebben we toch een beetje de opvulcadeautjes. Ja, die satijnen zakjes. Daar hoef ik denk ik niks over te zeggen. Dat is echt zo belachelijk. Dat hadden ze er echt nooit in moeten doen. De zeepjes. Ja, ik heb er niet zoveel mee. Maar misschien iemand anders wel. En dan heb je natuurlijk nog de bruisballen en die bloemetjes. Een beetje opvulcadeautjes. Ja, en is hij dan zijn geld waard? Ja, ik twijfel een beetje. Ik ben heel erg blij dat ik er niet de volle pond voor heb betaald. Dus dat ik niet die €59,99 heb betaald. Vind ik hem de €44,99 waard? Ja, ik denk dat hij het op zich wel waard is. Ik denk dat hij wel... Ik ga de spulletjes denk ik wel zodanig gebruiken dat hij zijn geld oplevert. Maar ik twijfel wel een beetje of ik hem had gekocht als ik had geweten wat erin zat. Maar dat was hem. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.